welkom bij een nieuwe video. Ik heb weer vandaag een extra video voor jullie, omdat we nou allemaal met z'n allen in huis moeten blijven. Maak ik een extra video, dat heb ik 2 weken geleden ook gedaan. En dus er komen nou 5 video's in plaats van 4, dus dat is denk ik altijd leuk. Vandaag een get ready with me om letterlijk niks te gaan doen. We gaan gewoon vandaag met z'n allen naar de woonkamer. Maar ik ga mij gewoon vandaag helemaal klaarmaken om basically gewoon niks te gaan doen. Ik ben een persoon die zich beter voelt als ik me gewoon heb klaargemaakt en zo. Vaak wanneer ik de hele dag gewoon in mijn pyjama blijf, niet douche, niet opmaak, helemaal niks doe, dan voel ik me altijd zo muff en zo down. Dus ik sta gewoon altijd gewoon elke ochtend op, ook al ga ik niks doen. Ik ga gewoon altijd in de douche. Ik maak me niet altijd op, dat niet, maar ik ga wel gewoon altijd in de douche en dan ben ik gewoon een beetje fris. Dan voel ik me gewoon altijd een beetje beter. Dus ik ben hier vandaag voor jullie om jullie beter te laten voelen met weer een extra video. Ik ga me vandaag weer helemaal opmaken. Ik weet dat ook heel veel mensen zich opmaken om zich beter te voelen. Dus pak je make-up erbij en we gaan gewoon vandaag met z'n allen opmaken. Ik ga weer een hele leuke glam look maken, maar ik hou het vandaag wel neutraal, draagbaar en basically soort van simpel. Dus het wordt vandaag geen hele heftige, kleurrijke Instagram look. Ook heb ik een mini shoplog aan het einde van de video. Ik heb weer wat kleding gehad van Chiquel die ik ga aandoen. Het is echt gewoon heel minimaal. Het zijn gewoon 3 outfits die ik even ga aandoen en laten zien wat ik ervan vind en hoe het eruit ziet en zo. Dus dat leek mij wel leuk om ook in de video te doen. Dan hebben we toch weer iets erbij. Dus vind jij dit soort video's leuk? Vind jij extra video's leuk? Vergeet me niet een dikke vette like te geven. Vergeet ook niet om te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van mijn 4 video's in de week. En zoals nou, misschien af en toe ook 5. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Mensen, ik heb hier een puist. Oh my god. Ik zeg jullie, ik slaap nooit met make-up. Nooit. Met make-up slapen is echt een no-go. Je fokt je hele huid op. Ik heb dus afgelopen weekend 1 keer met mijn make-up opgeslapen. 1 keer. En gelijk... Ja, gewoon gelijk bam. Dus mensen, echt slaap gewoon nooit met jouw make-up op. Omdat ik de ooglook vandaag vrij neutraal hou, ga ik eerst beginnen met het gezicht. Oh, mijn oorbel is gesneuveld. Ik ga mijn gezicht primen met mijn By Kelsha Gold Elixir. Deze is super fijn. Heb ik nou ook al eventjes niet meer gebruikt. Hij is wel bijna op. Kijk hoe mooi dit is. Zo goud, glitterig. I love it. Deze breng ik gewoon aan over mijn hele gezicht. Foundation voor vandaag wordt mijn Maybelline 24 foundation in de kleur Soft Bronze. Hopelijk gaat die niet te licht zijn. En ik gebruik mijn NYX spons, by the way. Oké, hij is wel iets te licht voor mij. Maar maakt niet uit, ik kan er wel iets van maken. Ik wil vandaag qua gezicht, qua huid weer echt een full glam, full beat. Dus ik ga ook weer cream contouren. Ik gebruik hiervoor mijn Huda Beauty Contour. In de kleur medium. Dan wordt mijn gezicht ook weer iets bruiner. En dat blend ik dan ook weer in met mijn spons. Ik blijf nog eventjes hangen bij Huda Beauty. Want ik gebruik ook mijn Huda Beauty Concealer. Deze heb ik in de kleur Nougat. Zo, dit blend ik dan weer helemaal met mijn spons. En dan blend ik het ook zo hier. Want dan heb ik dat ook gelijk geprimed en is het hier ook helemaal verlicht. Kijk, dat maakt super veel verschil zoals je kunt zien. Dus dat doe ik altijd, vooral zo hier binnenin. Daar wil ik het altijd heel erg hebben verlicht. Want daar is het altijd super donker. Dus dat blend ik zo helemaal in. Met de Huda Beauty moet je wel altijd snel blenden, want het droogt echt heel snel. Als poeder gebruik ik mijn vitamine C poeder van Technique Cosmetics. Deze is echt super goedkoop en echt heel fijn. En ik breng dit aan overal waar ik concealer heb gezet. Dus ook zo hier op mijn ooglid. Wat zie ik eruit? Oh my god. Ik ga stuk om dit. Nou, ik haal het er ook altijd weer gewoon gelijk van af. Want ik heb geen vettige huid, dus voor mij heeft het geen nut om de poeder erop te laten. De poeder heeft by the way ook geen flashback. Dat heb ik al getest. Dan ook nog een beetje poedercontour. Ik heb mijn NYX paletje ingeruild voor dit Revolution paletje. Echt een top paletje. Dit is de Ultra Contour Palette. Ga eens open joh. Ja, is open. En de kleur die ik gebruik is deze kleur hier. En dan gebruik ik mijn e.l.f. Blush Kwast. En dan ga ik ook een beetje zo contouren hier bij mijn wangen.
ook altijd heel veel vragen over welke kwasten ik gebruik. Ik gebruik echt heel veel verschillende kwasten. Ik heb kwasten sets waarvan ik een aantal kwasten gebruik. Ik heb ook gewoon kwasten individueel. Zoals de kwast die ik nu gebruik, die heb ik gewoon apart gekocht. Ik zal vandaag ook even hier onder de video in de beschrijving plaatsen welke kwasten ik het meest gebruik en waar je die kunt halen. Zo, en dan pak ik ook nog deze licht roze matte kleur hier. En die kleur ga ik dan ook nog een beetje zo aanbrengen hieronder, om het een beetje te verlichten. Ik vind dat altijd heel mooi als het zo hier heel mooi is verlicht. Dat maakt me echt meer wakker en meer knap. En mensen, jullie weten allemaal, als je al mijn video's bekijkt, je bent al eventjes geabonneerd, dan weet je MacFix Plus. Altijd na dit allemaal breng ik altijd een beetje MacFix Plus aan, want dan wordt alles een mooi geheel, wordt ingeblend in mijn huid, is het niet meer zo poederig en zo. Ik rave echt over MacFix Plus, echt al jaren, dat er helemaal niks is wat zo goed is. Jullie gaan niet geloven wat ik heb gevonden, wat letterlijk ook doet wat MacFix Plus doet. En het is geen 20 euro, het is letterlijk de opposite, dat is deze Max & More Makeup Fixing Spray. En echt deze. Als ik die opspray, echt het poederige is weg. Alles smelt mooi in mijn gezicht. En dit ding is echt maar, hoe duur? 2 euro of zo. Super goedkoop. MacFix Plus is 20 euro. Dus ik heb letterlijk mijn MacFix Plus opgemaakt. En ik heb gewoon geen andere meer besteld. Oh my god. Nu ga ik heel even stoppen met het gezicht en beginnen aan mijn ogen. Een paletje die ik ga gebruiken is van LA Girl, de Pro Artistry Palette. Dit paletje is heel mooi. Ik had die ook in een video getest en ik vind hem echt top. Hij is ook niet heel duur, hij is 18 euro. Dus hij valt nog net in de betaalbare categorie. Kijk deze mooie nude kleurtjes. Is het niet allemaal te mooi. Ik had toen een hele mooie bruine look gemaakt met zo blauw onder. Dat was ook heel mooi. Vandaag ga ik weer echt vooral voor de nude kleurtjes. Ik ga niet heel heftig. We maken gewoon vandaag een goede, draagbare everyday look. Dus we gaan weer even inzoomen op de ogen. Zo, lekker up close in mijn gezicht. Ik ga vandaag niet primen, want dat heb ik al een soort van gedaan met concealer. Ik ga gewoon gelijk in het paletje. Ik ga beginnen met de lichte nude matte kleur hier. Die heet Savvy. En die pak ik op met mijn grote BH Cosmetics Fluffy Cast nummer 101. En die kleur breng ik dan helemaal aan in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de matte oranje kleur hier. Die heet Champion. En die kleur breng ik ook aan in mijn arcadeboog. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur hier, die heet Finesse. En die kleur breng ik een beetje zo hier aan in de hoeken. En ik trek het ook zo door in mijn arcadeboog. Die kleur breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik ook weer een beetje van die matte oranje kleur. En daarmee blend ik het ook een beetje uit. Dan gebruik ik mijn Catrice Concealer in de kleur 020 om een halve kat crease te maken. Ik ga de look vandaag mat houden. Dat doe ik echt nooit. Oh my god. Maar vandaag wil ik het gewoon gaan doen. Ik pak de matte nude kleur hier. En die breng ik dan aan over de hele cut crease. Ik moet wel zeggen, de glanzende kleuren in het paletje zijn wel echt amazing. Maar ik wil het gewoon vandaag echt mat houden. Een beetje afwisseling op mijn kanaal. Gewoon een keer een vrij normale look. In plaats van allemaal dat glitterige, heftige gedoe de hele dag. En dan pak ik weer een beetje die ene donkerbruine kleur die ik heb gedaan in de hoeken. En dan blend ik die een beetje in met de lichte matte kleur hier. Dan ga ik ook een hele mooie wing maken. Ik gebruik daarvoor mijn NYX Cosmetics Matte Black Liner. De wing is gemaakt. Je kunt in principe gewoon de ooglook zo houden. Je hebt nou gewoon een mooie, neutrale, everyday ooglook. Ik wil er wel iets geks bij doen, want zo ben ik. Ik pak mijn NYX witte liquid liner. En daarmee ga ik nog een lijn maken hier onder deze wing. En ik wil ook nog een lijn maken hier over de cut crease. Dus dat wordt een beetje gekkig, maar ik wil het gewoon gaan proberen. Ik hoop dat het goed lukt, want dit is niet heel makkelijk. Dus ik ga gewoon even mijn adem inhouden totdat ik dit heb gedaan. Oké, deze lijn hier is veel te dik geworden. Oh my god, alles ging weer goed. Behalve weer één stomme lijn. Kijk, deze hier is gewoon mooi dun. Zou ik het kunnen weghalen of zo? Misschien kan ik het gewoon weghalen. Ik heb het gefixt. Kijk, nou is hij gewoon mooi dun. I like it. Ik kan gewoon geen enkele look gewoon normaal laten. Ik hou het vandaag wel neutraal, draagbaar en basically soort van simpel. Als mascara gebruik ik mijn Essence Princess Lash Mascara. Als nep wimpers gebruik ik mijn Queen Tarsi wimpers in de stijl
Ivy. Dus deze ga ik eventjes opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Ogen zijn klaar. Ik heb wimpers op, mascara boven en onder. By the way, mensen, deze wimperprimer. Oh my god. Deze is zo goed. Ik heb die nou ook gebruikt voor de onderste wimpers. Hij maakt ze zoveel voller, zoveel meer aanwezig. Want ik heb echt bijna geen wimpers en ze zijn super kort. Maar kijk deze onderste wimpers, jongens. Oh my god, zonder dit heb ik dat niet zo heftig. Dus deze, ik raad hier echt zeker aan. Het is hoog tijd om mijn gezicht te gaan bronzen, want ik voel me eigenlijk een beetje bleekjes. Ik heb hier de Revolution Mega Bronzer in de kleur Warm. Oh, Warm. Deze is heel mooi. De bronzerkwast die ik altijd gebruik is van een kwastenset van New Standard. Ik breng heel even een heel klein beetje extra concealer aan hier op mijn puistje. Ik heb het gevoel dat Dino nog veel te goed kon zien. Als blush heb ik hier een hele mooie heftige matte blush van City Color. Dit is in de kleur pink. Dit is heel heftig. Tenminste, hij lijkt heftiger hier dan wat hij is op je gezicht. En mijn blushkwast is van OPV Brushes. En die blush breng ik dan gewoon zo heel lichtjes aan hier bij mijn wangen. Ik breng niet te veel aan, want anders wordt hij dus wel echt te heftig. Maar ik hou altijd wel van een aanwezige blush. Dat vind ik altijd super mooi. Als highlighter heb ik er hier eentje van Nabla. En die ik heb is Wave. Is een hele mooie, hele heftige highlighter. En de kwast die ik daarvoor gebruik is de R36 van Morphe. Kijk hoe heftig deze is. Deze is altijd zo heftig. Die gebruik ik echt alleen wanneer ik echt een heftige glow wil. Deze is echt niet voor everyday. Of ja, tenminste voor mij wel. Maar ik denk voor de meeste mensen gaat het een beetje heftig zijn. Maar ja, ik hou van heftig. I love it. En die breng ik dan ook zo aan op mijn neus. Dat doe ik ook echt altijd. Breng ik het hier aan en hier zo op de punt. En dan blend ik het zo uit met mijn vinger. En deze ga ik dan ook nog aanbrengen hier in mijn binnenste ooghoek. Om het daar een beetje te verlichten. Even kijken, wat ga ik doen met de lippen? Die kunnen nou wel iets heftiger, want ik heb een hele nude ooglookje. Als lippotlood heb ik hier eentje van NYX. Dit is de NYX Brown Lip Pencil. Gewoon brown, bruin, zo heet die. En als lipstick gebruik ik deze L'Oreal lipstick in de kleur 655. Dit is een beetje een donkere nude. Lijkt een beetje op mijn achtergrondkleur. Wauw, echt een prachtige kleur. Hij lijkt echt precies op mijn achtergrond. Wat een perfecte match, jongens. Als fixing spray gebruik ik mijn Catrice fixing spray en dan zijn we klaar. Oké mensen, nou dit was dan de make-up look. I love it. Het is echt beter gegaan dan dat ik dacht. Ik vind dat witte ook echt heel leuk. Dat geeft toch nog iets speels aan de look ofzo. I like it. Maar als je dat witte weghaalt, dan heb je echt gewoon een goede basic ass draagbare look. I love it. Ik vind dit paletje ook echt top. Ik raad hem echt aan. De lipstick ook heel erg mooi. Zoals ik ook al zei in de intro, heb ik ook nog een mini kleine shoplog van Chiquelle. Chiquelle heeft mij weer wat kleding opgestuurd. Ook hier weer. Ik word niet betaald voor de video. Ik heb gewoon de kleding gratis gehad en ik laat het vandaag zien. Ik heb ook voor jullie een kortingscode. Die breng ik even hier in beeld en dan heb je een beetje korting. Ik zet ook in de beschrijving tot wanneer je hem kunt gebruiken en al die informatie. Ik ga even laten zien wat ik heb gehad. Dit is dan de tas waarin alles zat. Er staat Chiquelle op. Wacht, eigenlijk moet ik het omgekeerd. Kijk, Chiquelle, www.chiquelle.com. En ik ga beginnen met een sport outfit. Als je mij kent, weet je dat ik nooit sport. Dus dan heb je misschien al iets van, hoezo haal je dan sportkleding terwijl je nooit sport? Ik vind sportkleding gewoon fijn om gewoon in te chillen. Het zit fijn, het maakt mijn figuur mooi. Ik vind het gewoon super fijn om gewoon in te hangen. Dus vandaar dat ik ook best wel veel sportkleding heb. Ondanks dat ik niet sport. Ik heb hier een set met een broek. Die is grijs. Dit is de broek. Is helemaal grijs en helemaal tot aan de enkels obvious en helemaal strak. Ook heel erg stretchy. En die gaat samen met een crop top-achtige trui. Die is matchy met de broek. Dus dit is een hele leuke sportset. Mensen, dit is dan de sportoutfit. Ik vind hem echt heel leuk. Hij staat heel goed. Hij is leuk grijs. Ik had hem het liefst gewild in zwart. Alleen dat hadden ze niet, maar ik hou van zwart. Dit is zo crop top. Hij zit echt heel lekker. Hij is super stretchy. Echt extreem stretchy. Ik heb maat
L gepakt, maar hij is een beetje te groot. Terwijl maat L is gewoon altijd mijn broekmaat. Dus ik zou sowieso wel één maat te klein gaan. Ik zou maat M halen voor mij, want de broek zakt ook echt de hele tijd hier af en zo. En dat is wel vervelend. Ik moet hem heel te zo omhoog doen. Wat ik ook graag had gewild, is dat hij hier de band meer zou indrukken. Want dan ben ik toch wel iets slanker, maar dat doet hij niet. Deze band is gewoon los. Die maakt jou niet hier per se snatched of zo. Ik vind de top ook heel fijn. De kwaliteit is echt heel erg goed. Hij voelt heel zacht aan. Met de top is er echt niks mis mee. De maat is ook gewoon goed. Ik vind alleen de broek had gewoon één maatje kleiner gemoeten. Dan heb ik hier ook een dress die ik normaal niet echt zou dragen. De kleur niet, de hele fit niet, de stijl niet. Maar ik dacht, doe eens een keer gek en haal hem gewoon. Dit is dus een beetje een wijdachtige dress. Even kijken, wat is de voorkant, jongens? Oh, dit is hem. En hij is zo van onder zo gepoft. Kijk dit. Zoiets draag ik echt nooit. Hij is ook helemaal wijd. Met mijn figuur is wijd niet echt heel erg mooi vaak. Want dat maakt me dan een beetje dikker. Maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Hij voelt lekker dik aan. Ik heb hem in maat M. Dus ja, we'll see. Oké, mensen. Dit is dan de dress. Hij lijkt een beetje wit. Maar hij is niet wit. Hij is zo nude-achtig. Ik heb hem met deze hakjes aangedaan. Deze vind ik wel cute. Zo zou ik het aandoen. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik denk dat zo'n dress beter staat als je gewoon maat XS hebt of zo. Maar ik weet niet, wat vinden we ervan? Hij is ook wel echt super kort. Vooral achter, ja, ik kan zo echt niet over straat. Dit is echt way too kort. Maar ik vind het wel iets cute hebben. Alleen het doet echt like helemaal niks voor mijn figuur. Het gaat gewoon zo in een A. En that's it. Maar ja, het heeft wel iets cute, vinden we niet? Vinden we het niet een beetje cute-achtig? Ik denk dat ik er sowieso wel een broekje onder zou doen, want hij is echt super kort. Maar het heeft wel iets. Alleen ja, misschien niet per se voor mijn soort figuur, I think. De schoenen zijn er, by the way, van volgens mij Ego. Ik zet wel de link beneden erbij in de beschrijving. Ik vind het wel cute, maar ik weet niet of het echt iets is voor mij. Wat vinden we ervan, mensen? Let me know wat je hiervan vindt. Vind je het mij staan of niet? Ik vind de schoenen echt zo cute. Maar goed, dit is dan deze dress. En dan als laatste heb ik nog een dress. Die is iets meer mijn stijl. Deze is gewoon zo helemaal zwart met een kooltje. Hij is wel kort. Hij is best wel kort. Dat is dan niet echt mijn stijl. Ik hou altijd meer van tot aan de knie. Maar ik dacht van, ik probeer het gewoon. Misschien is hij wel mooi. Hij is ook hier zo een beetje wijd bij de mouw. Zo hoort hij. En ja, deze is gewoon niet echt heel spectaculair. Gewoon een zwarte dress. Oké, mensen, dit is dan de laatste dress. Deze vind ik echt leuk. Hij is wel echt super kort. Ik heb het met clear hakjes aan. Met een sleehakje zijn van de AliExpress. Ik zet de link er beneden bij. Dit vind ik wel cute. Dit maakt mijn figuur mooi. Alleen, hij is wel echt super kort. Echt, hij is denk ik ook echt iets te kort. Kijk dit helemaal. Maar ik vind hem mij wel goed staan. Hij is zo hier strak en hier is hij een beetje wijd. Mijn figuur maakt hem echt helemaal strak. Maar als je kijkt op de site, die wijd heeft like XS of S of zo. En dan is het gewoon wijd. Bij mij is het ook wel wijd, maar iets minder. Ik vind dit ook leuk. Dit is ook zo wijdachtig. Ja, ik vind het heel cute. Ik vind het alleen wel echt super kort. Oh my god. Het is echt super kort, maar ja, ik vind het wel iets hebben. Het is een beetje sexy, een beetje bloot, maar I like it. Wat vinden we ervan? Wie vindt dit mooi? Het is niet echt iets wat echt wauw is of zo, maar het is een stuk beter dan wat ik net aan had. Dus ja, dit vind ik heel leuk. I like it. Nou mensen, dit was dan de extra video van vandaag. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Ik hoop dat iedereen de look leuk vindt, de kleding leuk vindt. Let me know wat je hiervan vond en of je meer van dit soort video's zou willen zien. Ik ben echt heel erg blij, vooral met deze look. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!